We zijn een klein jaartje bezig geweest om de bouw te voltooien. Dan zou ik zeggen, hier, geef hem maar een klap. Ja hoor. Het duurt een beetje drie kwartier, Jan. Oké. Nou, ik denk dat we daar in eerste instantie kunnen zeggen dat de financiering en ze de geldkwestie rondkrijgen. Dat is de reden geweest dat het wel even geduurd heeft voordat we zijn begonnen. 4 jaar geleden riepen we dit en hij staat er nu pas. En er is een groot gedeelte van de tijd verloren gegaan aan hoe gaan we dat financieel rondbreien. De bestuurskamer is een bestuurskamer. Dan moet het bestuur ontvangen worden van de tegenpartijen en eventueel nog wat bondsgenodigden. En sponsors horen naar mijn mening in een representatieve ruimte waar ze de ruimte hebben, waar ze elkaar kunnen ontmoeten in een wat chiquere sfeer. En dat zeg ik nu helemaal overtuigd, want we hebben dat gisteravond bij de opening al een paar keer gehoord, vandaag alweer. Dit willen de mensen. Ja. Nou, zoals ik het nu voel, zeg ik even helemaal geen project. Maar wij willen erg graag, en dat heeft ook al in de kranten gestaan, wij willen erg graag wat kleedkamers bij gaan bouwen en een lichtinstallatie en een tweede kunstgrasveld. Dat kunnen we niet zelf bekostigen en dat gaan we ook niet zelf bekostigen. Daar hebben we de hulp van de gemeente nodig en daar praten we ook over met de gemeente. En daar willen we zelf de handjes ook wel laten wapperen om in te gaan.